Dit meubeltje wil ik gaan schilderen, maar eerst moet ik het even grondig schoon gaan maken. Voor een goede hechting raden we aan om je meubel eerst goed schoon te maken. We gebruiken hiervoor gewoon warm water en een scheut schoonmaakazijn. Daarbij gebruiken we onze poetspet. De poetspet die knip je in 4 kleine stukken, zodat het handig is in gebruik. Dompel je poetspet in het warme water met de schoonmaakazijn en maak je meubel grondig schoon. Vooral randen, handgrepen, dat soort plekken moet je extra focus geven. Die plekken die pak je veel vast, dus daar komt natuurlijk vet van je huid op en daar verzamelt zich veel vuil. Belangrijk is dat dat goed verwijderd wordt voordat je gaat schilderen. Ik sta er soms echt van te kijken hoeveel vuil er vanaf komt. Nadat je het goed gereinigd hebt, pak je schoon water en een doek en loop je alles nog even na en haal je het vuil weg. Daarna is het natuurlijk belangrijk om de ondergrond goed droog te maken. Door het gebruiken van de poetspet ontglans je ook nog gladde ondergronden en bijvoorbeeld een harde glanzende lak, zodat je hechting veel beter is. Hier zie je ook heel goed het verschil tussen het ontglansen en de delen die ik nog niet ontglanst heb. Nu het meubel goed is schoongemaakt, is het tijd om te schilderen.